De Tilburgse benzinedief die vorig jaar oktober inreed op een file staat vandaag voor de rechter. De Tilburger die had getankt zonder te betalen en was op de vlucht voor de politie. En de politie die creëerde uiteindelijk een filefuik om de man tegen te houden. De Tilburger die reed met hoge snelheid achter op de file in en daarbij kwam een onschuldige man om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Tilburger van doodslag. En de advocaat van de benzinedief die vindt dat ook de politiemensen strafrechtelijk vervolgd moeten worden voor het maken van die filefuik.